De gemeente Enschede scoort het beste als het gaat om dienstverlening aan het publiek. Enschede won de wedstrijd van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 81 gemeenten deden daaraan mee. Bijzonder is dat Enschede deze prijs voor de tweede achtereenvolgende keer kreeg. Vooral als het gaat om klantvriendelijkheid scoort de stad erg hoog met een 8,6. Een hoop blije gezichten dan ook vandaag in het stadskantoor. Goedemiddag, waar kan ik u mee helpen? Een vriendelijk gezicht doet natuurlijk wonderen. Maar wat is nu het geheim van de medewerkers van het stadskantoor van de gemeente Enschede? Volgens mij een stukje mentaliteit wat we met elkaar hebben opgebouwd. Ja, het plezier hebben in je werk staat voor mij voorop. En dat straal je toch uit op hoe je je werk doet. We zijn bezig met onze kwaliteit. We zijn elkaar ook aan het aanspreken op alles. Als de klant met een probleem komt, dan doen wij er alles aan om te kijken hoe we dat het beste kunnen oplossen. En volgens mij is dat het grote verschil met wat ik wel eens hoor of zie bij andere gemeenten. Belangrijke verandering is het werken op afspraak, waardoor wachttijden verkorten. Dus dat is denk ik ook wel een groot voordeel voor de klant, dat ze binnenkomen, weten wanneer ze geholpen worden en ook met 10 minuten weer buiten zijn. En dat is in het verleden natuurlijk niet zo. Bij de gemeente Enschede hebben ze dus naar eigen zeggen geleerd om in klanten te denken. Ze wilden de dienstverlening met fotografie beter maken. Als je dan voor je paspoort komt, dat je dan ook je foto hier kan laten maken. Nou, inmiddels zitten hier gewoon bedrijven die dat doen. Maar dat is bedacht vanuit het denken in klanten. Van, oh ja, dan kom je hier, heb je je foto vergeten. Shit, kan ik weer een nieuwe afspraak maken? Nou, dat is nu geregeld. Dus ik vind dat goed. Dat is goed denken.